Nou, je ziet het niet goed, maar ze zijn alweer de hele dag aan het spuiten. Daarachter zie je nog een paar, maar dat zie je niet tegen het licht in. Maar ik kom hier langs het putje. Ik gooi altijd schuimpjes erin. En daar zit weer zo'n heel lief klein salamandertje op me te wachten. Hij zegt: Olaf, help! Jongen, ik ben daar. Even goed kijken of hij niet nog eentje in een hoekje verstopt zit. Nee, niks. Nee, dat was hem alweer. Nou, ik zou maar gelijk even. Wacht, jongen, het zo voorzichtig doen. Terug doen. Hup. Zo. Dat dingetje weer dicht. Hup. Ik zou maar gelijk in het potje doen. Want als het moet, hij het hele stuk nog meelopen. Nou. Je hoort hem alweer. Ach, dat is weer eentje zonde. Dat is zo'n meetvliegtuig. Zie je hem? Ellendelingen. Okay. Zo. Ja, met één hand is alles een stuk moeilijker in het leven. Ja, hij heeft het door dat hij eruit is. Zo. Ja, ze zijn allemaal levendig geworden. Hier, kom maar erbij. Hup. Bij je familie. Nou, dus. Ik wil eigenlijk al stoppen, maar meestal kan ik niet goed stoppen. Als ik ze helemaal vind, kan je niet meer stoppen. Kijk, daarachter gaat ook weer zo'n spuiter in de vette. Ach, en daarachter komt er weer eentje aan. Dus het gaat weer de hele dag door. Die chemtrails, geoengineering. Ach, hier. Weer op mijn schuimpje. Een heel klein kikkertje. Hopelijk blijft hij zitten. Mijn kikkertje is altijd moeilijk. Zo. Kijk jongen, hier. Grappig hè. Nou, ik breng hem maar gelijk naar de emmer. Anders moet hij het hele rondje weer meelopen. Ik had eigenlijk een potje mee moeten nemen, maar. Zo zie je maar weer. Nou, ik zou nou het potje maar meenemen. Anders blijf ik heen en weer lopen. Zo. Potje mee. Nou, loop ik dit stukje nog even af. Moet je zien, die spuitingen in de lucht, jongens. Geoengineering. Chemtrails. De insecten sterven, alles gaat dood. En het is nu 13 november. Gisteren was 12 november. Nou, wat in het Twentekanaal gebeurd is door die melkfabriek, jongen. Oh, hij heeft gewoon doorgepompt. Alleen voor geld. Dus dat is die vleesindustrie. Alleen een beetje melk. Omdat ze de productie niet stil wouden leggen, hebben ze het hele Twentekanaal vermoord. Voor de productie. Voor hun veeteelt, melkproductie, dierenvoedingssysteem. Hoe je het ook allemaal wil noemen. Dus alleen om het geld binnen te halen. En het is alleen maar viraal. Hè? Het is alleen maar met een paar cijfertjes. Het bestaat niet eens echt. Alleen om het geld binnen te halen, hebben ze dus de hele Twentekanaal vermoord. En dat komt naar de Berkel en dat komt straks hier naartoe. Dus de hele rivier gaat kapot. Door de industrie. Van de dierenleed. Veestapel. Megastallen. Oh, en dan ging Jette van D66. Die ging zeggen. Ja, we moeten meer megastallen gaan bouwen. Want we moeten er een gesloten kringloop van maken. Dus zo'n beest komt dan nooit meer in het licht. Het komt er nooit meer uit. Het komt er nooit meer in. Oh, wat vreselijk. Dus D66, jullie zijn volksverraders, dus dan weet je het, afschaffen van, het referendum. Volksverraders zijn het, dus dan weet je het. En weet je wat ik ook zo erg vond, dat hoorde ik ook nog. Nou, er zijn wel een paar dingen waar ik helemaal verslag van was, maar dat vond ik ook heel erg. Worden er vragen gesteld over mensenhandel van kinderen in Nederland die dan naar België worden getransporteerd. En dan mogen er 20 mannen overheen op een avondje. Zegt meneer Grapperhaus, of minister van Veiligheid en Justitie, zegt hij: ja, we zitten er bovenop. Komt er een andere minister naar beneden en die zegt: ja, maar het potje wat jullie ervoor hebben, dat hebben jullie gestopt in de vluchtelingenproblematiek. Oh ja, dat was waar ook. Dus hij ligt gewoon te liegen. Dus het geld dat eigenlijk gebruikt moet worden om de kleine blanke meisjes te beschermen, wordt gebruikt om in de asielzoekerscentrums de mensen een beetje uit elkaar te houden of wat ze ook allemaal doen.
Maar in ieder geval, en ze laten dus die kleine meisjes gewoon aan de lot over. En dan willen ze gewoon op televisie beweren dat ze er bovenop zitten. Die minister van, die de terroristen weg moet halen. Terwijl ze mogen gewoon terugkomen. Dat snap ik ook niet. Als je die landen gevochten hebt, kunt er niet gewoon weer teruggaan naar Nederland. En doen we een uitkering en gaan we lekker wonen met je vrouw en je hele familie. En het leven gaat weer verder. Je hebt gewoon christenen lopen te vermoorden. Met behulp van onze regering. Nou, het wou weer helemaal af. Maar dat van die meisjes, dat vond ik zo zielig. Dus ze beweren, en dat is al jaren zo. Hè. Dus al jaren laten ze al die kinderen aan hun lot over. Hè, en niet alleen mensenhandel, maar ook die gangs. Die groepen die meisjes verkrachten. En dan wordt er niks aan die groepen, wordt er niks gedaan. Omdat ze zeggen van, ja, anders zijn we bang dat we voor racist uit worden gemaakt. Oh, nou grappig. Mooi systeem. Goede reden om er niks meer aan te doen. Nou, toedeledokie.